Mondiale journalistiek gaat heel vaak ook over beeld. En in toenemende mate is journalistiek beeld geworden. Daarom spreek ik vandaag met Rudy Franks, VRT-TV-journalist, en Machit Mohajerin, fotografe, die ooit een nieuwsbeeld bracht waarmee ze een World Press Photo Award won, maar vaak ook los van nieuws aan fotografie doet. Dus twee heel verschillende mensen met een heel verschillende insteek rond beeld. En om het gesprek meteen goed op gang te brengen, dacht ik, ik begin met een citaat dat niets aan de verbeelding overlaat. En het citaat is, het is een citaat van mezelf, niets is zo onwaar als de voortdurend herhaalde stelling dat een beeld meer zegt dan duizend woorden. Een goed beeld wekt weliswaar meer emotie op, maar het heeft wel duizend woorden nodig om zijn hele verhaal te kunnen vertellen, om goed begrepen te worden. Besef dat ik als schrijvend journalist dit opschrijf, maar ik wou het graag aan twee mensen voorleggen die met beeld bezig zijn. Snijdt dat hout of denken jullie, dit is er toch helemaal naast gegrepen? Voor mij eigenlijk heb ik zitten bedenken, een goed beeld of een onwaarschijnlijk krachtig, sterk beeld dat emotie in zich draagt vaak, lijden vaak, om in mijn wereld van journalistiek iets te betekenen, aanzet tot duizend woorden. Uitnodigt en prikkelt tot duizend woorden. Eigenlijk is het niet voor mij of dat beeld zet aan tot duizend woorden en zoveel meer. En ik heb dan zitten denken van aan welke voorbeelden moest ik gaan denken. Het verhaal over migratie werd voor mij concreet, alleen voor mij niet per se, maar voor vele mensen concreet, met het beeld van Aylan die daar lag, 5 jaar geleden op dat strand. Dus dat beeld op zich is niet voldoende. Maar dat beeld zet aan, prikkelt tot. Hetzelfde, ik ga er maar twee noemen, die in mijn wereld is veel betekend hebben, is dat van Mohammed Al-Dorri. Die jongen die in Gaza, daar met zijn vader achter zich, in de crossfire zat. En dat was eigenlijk live on tape, want het was niet live gestreamd, maar we hebben dat bijna 10, 15 minuten, hoe een kleine jongen met tientallen kogels doorzeefd werd, en zijn vader ook, maar hij is overleden. Dat beeld heeft zich gereproduceerd in heel het Midden-Oosten, op muren geschilderd, in Teheran, in Beirut, overal, als van het lijden van het Palestijnse volk op dat moment. Een onrechtvaardige dood, willekeurig. Dat heeft ook aangezet tot hele discussies over context. Over van, was dat wel echt? En ook naar met Aylan. Over Aylan wordt een hele discussie gevoerd. Het jongetje op het strand. Was de vader misschien een mensensmokkelaar? Dat is de aanzet geweest tot hele discussies over mensensmokkel, over leugen in de journalistiek, over hoe een beeld zou kunnen liegen of niet. Is hij verlegd? Lag hij wel op die plek? Of hebben ze hem daar gelegd voor de mooie kadrage enzovoort? Een discussie die trouwens in mijn ogen aan de essentie voorbij gaat, namelijk dat een klein jongetje gestorven is, om maar iets te zeggen. En in het geval van Mohammed Al-Dorri, een jongen in de crossfire. Zonder dat beeld zouden die duizenden woorden daarna niet gevolgd zijn. Dus voor mij is dat niet of, maar en eigenlijk. Machit, hoe kijk jij daarnaar? Ik denk als beeldmaker, denk ik eerder, zou ik wel graag hebben, of zou ik wel graag dat jullie die hebben, dat een beeld wel de kracht heeft, dat sterk genoeg is om te communiceren zonder duizend woorden. Nu besef ik heel goed dat elk beeld wel een context nodig heeft, dat dat wel enkele woorden nodig heeft, zeker als het gaat over beelden uit de journalistiek of beelden uit, in de vorm van documentaire fotografie. Denk ik dat ze moeilijk functioneren zonder context, zonder woord. Maar hopelijk wel niet zo'n grote uitleg nodig hebben. En ik denk dat dat ook wel voor een stuk dat te maken heeft met het feit dat ons primaire zintuig is uiteindelijk wel het oog. Zo'n beetje zoals de geur voor honden of zo hebben wij zo. Ja. Hey, voor mij, ik denk dat je gelijk hebt. Allee, dat is dat. Gaat omdat het beeld is, ja, we kijken met onze ogen, dat gaat ergens in die hersens, prikkelt dingen en veroorzaakt iets. En dan moeten die hersens in gang gaan om met dat iets aan de slag te gaan. Ik heb een paar jaar geleden zo'n onderzoek gelezen waar onderzocht werd een aantal beelden uit de Afghaanse oorlog die op de Amerikaanse databases kwamen en dan gekeken van welke beelden zijn gepubliceerd geraakt in de kranten en welke niet bijvoorbeeld.
En er waren twee beelden, allebei gemaakt door embedded journalists. Dus dat was niet het grote verschil. Maar het ene beeld was een compagnie die verrast was door een aanval van Taliban op hun vooruitgeschoven post. En een van de soldaten was uit zijn middagslaap gerukt en die staat in zijn roze boxershort mee te schieten. Dus dat is een hele menselijke foto van onze jongens verdedigen zich. In de andere foto was na een bernbom. En een van die Amerikaanse soldaten was zwaar gewond aan zijn been. Dus het was een beetje een wazig beeld, maar je zag bloed enzovoort. Ja. Geen enkele krant in de Verenigde Staten publiceerde het beeld met de gewonde Amerikaan. En het beeld met de roze onderbroek werd overal gereproduceerd. Dus dat zijn op zich, zou je kunnen zeggen, bijna grafische keuzes. Ja. Maar ze produceren ook inhoud, een perspectief. Onze jongens zijn goed bezig en zijn kwetsbaar, maar het zijn flinke jongens. Of onze soldaten sneuvelen in een oorlog ver weg en we weten niet eens hoe die eruit ziet. Dat ligt volgens mij niet aan het beeld as such, maar aan de censuur of aan de vorm van journalistiek die dominant is op dat moment in bepaalde omgeving. Namelijk, dat is de periode, waar zijn we nog niet helemaal van verlost, van patriotic journalism. Van welk beeld van moed en ontmoedigen dat je durft tonen. Ik herinner mij toen dat we lang geleden in Bagdad rondliepen, 2004, 2005, omdat op dat moment het heel penibel was dat bijvoorbeeld er veel bermbommen waren, Amerikaanse soldaten bestookt werden, dat er iemand van een groot persagentschap langskwam en die vertelde, omdat wij beelden toonden die, laten we zeggen, vanuit onze Europese of toen tegenover die oorlog kritischer cultuur anders waren dan zij. En zei van, ja, ik had hier beelden van een Amerikaanse soldaat die een oude man, die afkwam, zo kwam, neergeschoot. En die beelden zijn gewoon gewist of gedumpt door het agentschap, zeggende van, ja, we don't do these things. We tonen dit niet. Dat werd niet verspreid via de satelliet. Dan denk ik, ja, dat is een vorm van patriotic journalism daar. Ja, dus dat is dat waar, maar dat ligt dus aan de cultuur en de context waarin dat gefunctioneert. Dus dan moet het als journalist, als fotograaf, als cameraman, moeten eigenlijk en één blijven doen wat je vindt dat je moet doen en ook blijven vechten dat je die cultuur aanpast en probeert. Ja, maar dat moet echt wel van win your space. Ja. Fight for your maar space. Maar vaak is dat gaan fotografen zich daarnaar schikken omdat ze gepubliceerd willen worden. Het is al zo moeilijk om gepubliceerd te worden. En als je dan nog dan gaat vechten... En dan zit je met het economisch model van wie betaalt wat. Hè? Ja, en ik heb dat zelf heel vaak meegemaakt, dat als ik daar te veel op inga, van ja, nee, maar ik vind dit of ik vind dat, dat ze je vervelend vinden en dan vragen ze gewoon iemand anders. Ja. En die wil dat wel doen. Dus er is zoveel aanbod, dus dan gaan ze gewoon verder met iemand anders die dat niet constant in vraag stelt. En zo. Het gekke is, je zegt, we hebben een beeldcultuur en dat is, en het is in welke commerciële omgeving dat je functioneert en zo. Tegelijkertijd merk ik, en ik heb veel fotografen gekend in die loop van die vele tientallen jaren, die moeten afhaken zijn omdat er steeds minder geïnvesteerd wordt in dit soort goede beeldculturen. Ja. Ja, of we pakken wel iets van die agentschappen die eigenlijk nog veel meer als filter gaan dienen. Dus dat is het jammer. Aan de ene kant is het belangrijker en aan de andere kant wordt er minder in geïnvesteerd. Worden er minder fotografische documenten aanvaard met bijlages waarin dat, zoals vroeger was in de jaren 50. Ja, het is een beetje zoals poëzie aan het verdwijnen. Je hebt niet meer die bijlages met fotoverhalen. Waarin de fotograaf zijn rol kan spelen, zoals je zegt. Hè. En waar dat je ook effectief, en dat is ook een element dat belangrijk is, denk ik, in dit gesprek, gaat het over één beeld of gaat het over een beeldverhaal? Ja. Ja. Want als je meerdere beelden kan tonen, dan kan je dat verhaal ook veel genuanceerder of kun je ook veel meer perspectieven tonen aan de hand van meerdere beelden. Wat dat vroeger wel veel vaker gepubliceerd werd dan nu. Ja. En ik denk dat je pas na zoveel jaren journalistiek bepaalde dingen begint te begrijpen. En dus dat je eigenlijk wel al 20 jaar of zo in beroep moet zitten om echt zo bepaalde dingen echt begrepen te hebben. Ik denk als jonge journalist dat het enorm moeilijk is om de wereld te vertalen. En voor mijzelf is dat echt belangrijk geweest om vooral zelf trager
te gaan. Zelf trager de tijd te kunnen nemen om een boek uit te lezen. Om twee boeken te lezen. Om meerdere boeken dan één te lezen. Voordat ik dan een soort... En dat ging helemaal niet als je zo snel moest klaar zijn met iets. Het heeft met de drukte, maar... Maar het stelt ook de vraag... Hoeveel vertrouwen kan je hebben dat het beeld dat je voorgeschoteld krijgt, dat dat representatief is voor de wereld waarin je leeft? Maar dan vind ik dat je het woord het beeld juist gebruikt, namelijk het beeld dat geschetst wordt. En dat wordt ook met tekst geschetst, dat wordt in zijn totaliteit. Dat beeld, die foto, is maar de tip of the iceberg. Hè? Dat is hetgeen dat naar voren komt. Maar het is eigenlijk alles wat men er rond schrijft, hè. Het is ook wat men ervan maakt. Hè. Patriotic journalism, waar dat een voorbeeld van is, wat je daar schetste, toont zich ook in welke bronnen men gebruikt, wat men schrijft enzovoort. Ik denk dat een job is die we collectief in onze sector ons moeten van bewust zijn. Maar voor beeld, Rudy, is het misschien nog wat sterker, omdat beeld, fotografie, toch... De illusie van objectiviteit geeft. Ja, altijd een beetje de belofte in zich draagt van wij tonen de werkelijkheid. Want het is wat het is. Ja. Wat het is. En wel, in zekere zin is dat toch wel meer ook, en nu ga ik je provoceren met een andere stelling, dan geschreven. Omdat als je het beeld moet hebben, dan moet het wel gezien hebben. Ik wil geen eten geven aan al de journalisten die uit hun hotelkamer niet gekomen zijn en heel de oorlogen beschreven hebben. Mm-hmm. Zonder hun voet in het zand gestoken te hebben. Als je een cameraman of een fotograaf, die moet dat gefilmd hebben. Er kan geknoeid zijn met het beeld, er kan een vertekend beeld in dat beeld zitten, er kan een rare constructie zijn, maar je moet het wel gezien hebben. Die fotografen die gestorven zijn allemaal aan de front, die zijn er wel allemaal geweest. Hè. Ik ga even een tweede citaat nemen. Het is geen makkelijk citaat, maar het gaat over betekenis. En wij hebben het daar al over gehad, maar ik zou het nog even willen uitdiepen met een citaat van Fatima Mernissi, ons intussen ontvallen, jammer genoeg. Maar in haar Europese harem schrijft zij dat het beeld dat we hebben van de anderen bepaalt de verhouding die we ermee willen aangaan. En ze gaat dan verder, onze zoektocht naar de anderen begint bij een oerbeeld, een ideaalbeeld of een bevroren of begraven beeld. De kracht van Bernissi's boek zit in dit uitgangspunt. Een beeld is een ui die je rok na rok kunt pellen op zoek naar laag van betekenis. Je hoeft niet uit te komen bij een soort verborgen waarheid. De zoektocht naar de verschillende waarheden onthult voldoende om te begrijpen wat de betekenis kan zijn van het beeld. De gelaagdheid van het beeld en tegelijkertijd ook de eenvoudige stereotypen die een beeld kan reproduceren, waar zij ook naar verwijst in haar Europese harem, daar zitten we toch ook vaak mee. Rudy, jij bent ook heel veel actief in het Midden-Oosten. Daar bestaan vijf grote stereotypen over en je wordt heel snel geconfronteerd met de vraag, reproduceer ik die nu met de beelden die ik toon of met het verhaal dat ik breng? Of niet? Met dat luik van de analyse kan ik volgen. Dus dit is voor mij een heel dubbel gevoel. Dat volg ik wel, hè, over dat orientalisme en zo. En je weet in de tijd Edward Said en het beeld dat we hebben van de Oriënt en de Arabier enzovoort, of de cultuur daar. Positief en negatief. Hè. Maar aan de andere kant ben ik het niet eens met wat zij zegt over het zijn, maar er is maar een ui waar je altijd maar lagen en lagen en lagen van afpelt. Ik heb soms dat gevoel dat je daarmee bezig bent als je de geschiedenis van Israël en Palestina en de strijd daar bekijkt, dat is laag na laag afhankelijk van de geschiedenis. Maar dat zou betekenen dat er geen waarheid is waar je moet naar zoeken. En die conclusie wil ik niet trekken. Ja. Want dan kom ik in een soort van postmodernisme terecht waarbij alles relatief wordt. En waar dat toe leidt, dat zien we in de huidige tijd. En dan kunnen we met alternative facts. Hè? Ja. Dat is mijn laag van de waarheid. Hè? Daar geloof ik ook niet in. Als ik geen waarheid meer heb om mij die kern waar je naar op zoek gaat, die oerwaarheid over bepaalde elementen, ja, dan denk ik dat ik iets anders moet gaan doen. Als je zegt, we willen het hebben over de positie van vrouwen in de islamitische wereld, hè, om bij Menissi te blijven, dan wordt het al veel moeilijker om te zeggen, er is een harde waarheid. En misschien is het eerder in dat soort context dat haar
stelling ja. over het afpellen van verschillende dat, visies. Daar kan ik me helemaal in terugvinden. Maar hoe doe je dat in beeld? Als ik moet denken aan een orientalistisch beeld, denk ik heel vaak aan een geënsceneerd beeld, aan in scène zetten van. En ik denk dat dat zo wat de problematiek is van de beelden die er gemaakt werden tijdens kolonialistische tijden, waarbij dat het beeld wel voor een stuk als waarheid werd beschouwd, zoals dat dan nu ook nog Lawrence altijd of gebeurt. Lawrence Arabia van de wereld van spreken. Inderdaad. Ja. Waar dat je echt zo van die figuren hebt die bijna... Waar dat attributen aan toegevoegd worden om dat nog orientalistischer te maken, zelfs in het straatbeeld. En ik denk dat daar het probleem begint, omdat je dan echt zo een bepaald mythe creëert van hoe dat iets eruit ziet. Ja. En ik denk dat dat ook heel erg zich gaat vastnestelen in een soort collectief geheugen van mensen en waar je dan opnieuw en opnieuw naar teruggrijpt. En het is niet alleen van koloniale tijden. Het is ook vandaag wordt dat soort zaken minder in musea gehangen. Mm. Maar zit het elke dag in je sociale media via memes. En ik heb zelf ooit een stuk geschreven, een paar jaar geleden, naar aanleiding van die heel bekende social media meme, waar je aan de ene kant een zwart-wit foto ziet uit de jaren 70, Kabul, vrouwelijke studentes met lang los haar, kort rokje. En daarnaast, ja. dat is dan 1975, daarnaast 2005 of 2015, ja. vier vrouwen in een burka gehurkt in een hoekje ergens in Kabul. Beide beelden zijn ware beelden. Maar ook niet het volledige beeld. Maar ze geven opgeteld, of ze worden samengezet om een verhaal te vertellen dat eigenlijk niet waar is. Of dat niet... Deels. Dat een beetje, misschien een beetje waar is, maar dat vooral bedoeld is om te zeggen, vroeger was het beter en nu worden al die vrouwen verdrukt. Vroeger bestond dat niet. Terwijl, ik heb dat dan zitten nazoeken en dan vind je dat het aantal vrouwelijke studenten in Afghanistan in de jaren 70 was minuscuul. Dus die foto representeert niet de meisjes de van de oorspronkelijke foto was eigenlijk fout. Was eigenlijk onwaar. Het is een idee foto, van wat wij willen dat het toen was. De foto was juist, maar hij wordt voorgesteld als een situatie die niet maar het beeld bestond. Dat ze willen schetsen daarmee is fout. Maar waar kwam het beeld vandaan? Dat vraag ik mij dan in dit geval af. Wie had dat gepost? In welke context? Het zijn nu op sociale media. Nu is het een paar jaar weg, maar waarschijnlijk komt dat binnen een paar jaar weer terug. Mensen die willen aanduiden dat islamisme, Taliban, al die moslims bij uitbreiding, dat die slecht zijn voor vrouwenrechten. Dat is eigenlijk de bottom line die op die manier meegegeven wordt. Nu dit gezegd zijn, de Taliban die ik gesproken heb vorig jaar, die hebben mij toen toch geschokt over hun beeld van vrouwenrechten, eerlijk gezegd. Nee, maar dat is... Daar was ik zo content over. Allee, was ik zo geschokt over, zal ik zo zeggen. Nee, ik denk dat er is veel reden tot zorg. Mijn punt is vooral, denk ik, dat oude beeld van de jaren 60 eigenlijk een heel vertekend beeld weergeeft dat wij graag zien over toen. Ja. Ik denk niet dat dat echt iets is dat wij mensen in het Westen graag zien. Ik denk dat dat ook wel een beeld is, of dat merk ik toch zeker in de Iraanse context, dat heel veel Iraanse mensen en heel veel mensen uit het Midden-Oosten dat ook wel willen aanbrengen van wat is er met ons gebeurd? Ja. Waarom is dit gebeurd? Hoe komt dat dat we die richting aan het uitgaan waren? En dat was ook zo. Dat was in de hele regio was in die richting aan het gaan. Ja. En hoe is dat dan omgeslagen? Wat is er hier gebeurd? En veel mensen weten dat ook niet meer. Of proberen dat te achterhalen van wanneer is dat allemaal begonnen? Ja. Nee, maar dat is een interessante zoektocht. Ja. En dat moeten we niet per se een zoektocht naar waarheid noemen, maar een zoektocht naar begrijpen, eigenlijk. Ja. En dat is die, als je het zo bekijkt, van die lagen afpellen, dat vind ik ook het meest fascinerende dan. Ja. Begrijpen waarom en wanneer en hoe. Ja, en daar spelen die beelden wel een rol in. Want nu in de media worden er echt alleen maar heel specifieke soorten beelden vanuit het Midden-Oosten getoond. Er is weinig... Ik verzet me tegen het idee in de media. Ik vind dat we veel moeite doen of proberen te doen om daar soms af en toe, laten we zeggen, zijsprongen in te maken. Ik denk dat er inderdaad heel veel
Er bestaat veel, alleen is dat niet het mainstream beeld. Dat je het is niet mainstream. En ik denk dat waar ik het over heb, is wat dat de grootste deel van de bevolking naar kijkt. Dus niet de niche dingen, die als je meer aandacht besteedt, dat je dat ziet. Maar de massale beelden zijn toch wel vaak over oorlog. En ook komt daarbij, het gekke is, als je dat nu... Ik doe me even bijna zo lang als schiet, maar 30 jaar, dat je iets 1 keer, 5 keer, 10 keer, 15 keer... En een jaar of 2 later dan maakt men dezelfde vooronderstelling dat ik denk van, tja, ik heb nogthans al een ander beeld getoond over vrouwen. Ik heb het al eens uitgelegd. Ja, dat is toch zo gek, hè? Of, er wonen ook wel Arabieren, zijn de Palestijnen in Israël. Ja. Ah ja? Ik heb dan al wel een verkiezing of 10 uitgelegd. En toch vergeet men, omdat dat niet past in het... Ja. Georiënteerd of hoe je ook wil, clichébeeld. Ja, maar ook dat men misschien heeft omdat alles... dat niet even vaak herhaald wordt. Ik denk dat de frequentie ook heel belangrijk is. En dat soms verdwijnt binnen al die andere verhalen die veel vaker herhaald worden. Of hoeveel keer al gezegd dat de meeste vrouwelijke afgestudeerden... Alleen, de meeste afgestudeerden in Iran zijn vrouwen. De meeste enzovoort. Je hebt zo van die feiten, die jij ook ongetwijfeld vaak... En men... Dat zit daar niet in, hè. Maar als we terugkeren naar het beeld, wordt dat beeld ook niet zo vaak getoond van welgestelde, assertieve vrouw in haar living bijvoorbeeld, in een mooie, verzorgde living. Uit Noord-Teheran dan, want als je naar het zuiden gaat, dan heb je een heel andere woonomgeving. Ik zou het eerder omkeren. Je hebt zeker gelijk dat die assertieve vrouwen te weinig aan bod komen. Maar wat we ook vaak doen, is te veel gaan naar de mensen waar we ons in herkennen. We zitten in Teheran, in het noorden en in het westen, en komen veel moeilijker binnen in het zuiden van de stad, waar een ander soort bevolking leeft, in Beirut. Ja. Hetzelfde. Dus in verdeelde steden blijven we al te vaak aan de kant hangen van waar we ons thuis voelen. Dat is wat de psychologen ook zeggen, dat je het iets of iemand mooi vindt die het meest op jou gelijkt dan of... Is dat zo? Ja, dan zijn ze dat een beeld dat je dat schoon vindt, wat je uit je eigen... Dat is waar, maar ik denk dat ook wel met toegang te maken heeft. Met hoe makkelijk dat je toegang krijgt tot iets. En ik merkte dat bijvoorbeeld in Egypte ook. Het was veel moeilijker om met vrouwen te spreken uit een moslimbroederschap. Niet omdat die dat niet willen, maar omdat die toegang, die connecties zijn veel minder. Dus daar moest ik veel langer naar zoeken om die te vinden en daarmee te spreken. Dan vrijgevochten Engels sprekende vrouwen die afgestudeerd waren bij de Amerikaanse universiteit, bijvoorbeeld. Tuurlijk, absoluut. Ja, dat is ook waar. En ik denk dat ook wel een dilemma is. Maar dat ligt dan buiten ons. Je moet veel langer zoeken. Nee, je moet meer inspanningen doen. Je weet dat dat een probleem is, dus je moet daar meer in investeren. Je moet eigenlijk vooral, in mijn geval, want wij proberen... Bij elke reportagereis die ik maak, minstens 1, als je bijvoorbeeld 4 reportages maakt, ik heb daar een regel op gesteld al heel lang geleden, ik wil er zeker 1 hebben waarbij ik vrouwen portretteer, aan het woord laat, whatever, vanuit verschillende manieren. Het zijn politiek, het zijn cultuur, het zijn op een of andere manier, om hun die stem en die rol te geven. Maar ik besef ook wel dat er plekken zijn waar je niet binnen geraakt, dus moet je met mensen gaan werken. Dus om maar een voorbeeld te geven, als ik naar Bagdad ging, had ik een mannelijke tolk, vertaler, mensen die iemand contact zoekt. Maar ik had ook een meisje die dat in haar wereld, omdat die man zat vanuit zijn eigen hoofd, die ging nooit binnen geraken, of die was niet geïnteresseerd zelfs in wat de vrouwelijke helft van die stad te zeggen had. Je had die vrouw nodig om die stap te zetten. Dus je moet erin investeren. Derde citaat zou ik even willen ingooien. De snelheid waarmee beelden ons netvlies passeren en de haast waarmee wij leven en werken passen perfect in de commercialiserende project dat de economie met ons voor heeft. Stilstaan is een vorm van verzet geworden. Echt kijken, beschouwen, is maar mogelijk als de dictatuur van de voortdurend versnellende beweging afgeworpen wordt. Dat is de moeilijke. Voor iemand die voor televisie werkt, is dat
toch heel erg moeilijk om te zeggen, hoe kan je stilstaan? We komen zelfs misschien naar Machit, die meer ook nu met tentoonstellingen werkt, waar dat stilstaan bijna een vanzelfsprekende vorm is. Ja. Maar de mediaomgeving waarin wij leven, ja, is een versnellende omgeving, waarin ook een bewegend beeld steeds korter moet zijn om nog te kunnen werken. Ja. Kan dat nog goed zijn dan? Ik ga gewoon proberen vanuit mijn eigen te praten van hoe ik dat ervaar. Namelijk, ik heb bij mezelf gemerkt dat ik steeds meer evolueer van dingen die ik maakte voor journaal, waar ik steeds minder voor, omdat elke bom is maar een bom, hè, naar steeds langere verhalen of die tragere vorm van journalistiek betekenen. Dan is dat eigenlijk de vraag naar slow journalism voor een stuk. Maar aan de andere kant, ik voel op dit moment niet de behoefte aan die traagheid van iets van 50 minuten te maken, om maar iets te zeggen. Ik besef wel dat het één heeft naar Vlaamse normen een miljoen kijkers en het ander 200.000. Dat is pure mathematica en economie, dat is gedeeld door 5. Dat is wat het is. Als je daar niet mee kunt leven, dan moet je dat niet doen. Wil ik zakken tot iets dat zo traag gaat dat daar nog 500 mensen naar kijken, dan ben ik niet zeker dat ik daar de moeite en de inspanning voor wil doen. Dan zoek ik naar andere manieren om hetzelfde verhaal te vertellen. Voor mij gaat het erom iets van de wereld begrijpen en dat verhaal proberen te vertellen. Op zoveel mogelijk manieren. Traag, snel. Na al die jaren heb je dan geen behoeftenis om een langspeelfilm te maken. Iets waar rust in zit in plaats van die gejaagdheid van de reportage. Dan denk ik al bijna aan fictie. Wil ik de werkelijkheid... Ooit een goede vriend van mij, Chris de Stoop, die dan aan fiction ging doen. Ja. Die pakt een werkelijk gegeven en dan maakt hem daar, vertelt hem het verhaal daar zelf, voor een deel geconstrueerd. Allee, je hebt zoveel varianten om een werkelijkheid die je tot u pakt in je hoofd, hoe dat je dat gaat vertellen. Maar de behoefte om... Maar dan is het geen journalistiek meer. Dan is het geen journalistiek meer. Als je het hebt over journalistiek... Maar jij zegt dat je journalistiek een beetje hebt gelost om dat te kunnen doen. Ja. Misschien moeten we dat een beetje lossen dan journalistiek as such. Is journalistiek een drempel geworden om de wereld te begrijpen? Want eigenlijk is de opdracht... Journalistiek moet de kijker, de lezer, de luisteraar helpen om de wereld te kennen en te begrijpen. Maar uit wat dat jij zegt, zou je kunnen concluderen van... Het is eerder een bijkomende complicatie geworden. Ja, ik ben eigenlijk een beetje gaan lopen van de journalistiek, omdat ik vond dat heel frustrerend om op zo'n korte tijd zoiets complex te kunnen verbeelden en juist te verbeelden. Dus ik had die ontsnapping heb ik echt nodig gehad om terug na te denken over mijn beeldtaal. Waarom maak ik de beelden die ik maak en wat zit daarachter en hoe kan ik alles wat ik hoor en zie verwerken voordat ik dat eigenlijk kan publiek maken of zo. Dus, en dat is heel moeilijk als je in opdracht werkt en als dat de volgende week gepubliceerd moet worden. Dus in die zin heb ik daar een pauze, al een aantal jaren pauze, genomen en ben ik echt inderdaad met tragere tragere beelden bezig, het maken van tragere verhalen. En voor mij werkt het inderdaad wel goed om dat in de vorm van tentoonstelling of boeken te gieten, waarbij dat je inderdaad wel even tijd moet doorbrengen met het beeld in een soort van gecontroleerde omgeving, of dat nu de omgeving van een boek is of een zaal of een tentoonstellingsruimte, waarbij dat je toch wel een beetje geleid wordt en afgesloten bent van afleiding, om dan echt met het beeld bezig te zijn en met de tekst. En wat ik wel van hou in de stelling die je bracht, is dat als dat kan beschouwd worden, zo had ik er nooit over nagedacht, als een soort van revolutie. om dat te kunnen. Dat is ook een luxe natuurlijk, hè? Als je dat kan doen. Wat dat voor mij betekent, bijvoorbeeld, sorry dat ik nog even, is voor Samma. Heb je dat van dat Syrisch meisje dat zelf haar eigen verhaal in het belegering van Aleppo en zo gefilmd heeft? Dat is een film geweest, die is Oscar genomineerd geweest. Ja. Dat was en documenteren van haar eigen subjectieve werkelijkheid, die emoties erin voelt er ook in betrekken. Ook dat is een vorm van journalistiek.
Dat is traag in de tijd, maar het ging snel in zijn montage. Dus traagheid en snelheid zijn relatieve begrippen. Het is wat je ermee aanvangt en hoe je daarmee omspringt. Het is niet de snelheid van je montage die het bepaalt. Soms wel, als het te hectisch is. Maar wel van, wat geef je weer? Ja. En zij geeft het leven, het waanzinnige leven van haar samen met haar kind en haar man en haar kind dat geboren wordt in de kelder in een belegerd hospitaal weer gedurende van een jaar. Mm-hmm. Dat is traag in tijd, maar het is wel gemonteerd in een uur en een half. Voor mij is dat geen slow journalism, en toch is dat revolutionair en verdient aan de prijs. Ja. Je zei daar juist, je bent al vele jaren bezig, dus even los van je eigen persoonlijke positie of beleving, maar zie je toch ook niet in de omgeving dat het probleem dat Machit aanbrengt van, is er nog tijd voor journalisten om zelf genoeg te weten vooraleer ze beginnen een verhaal te vertellen of te verbeelden? Dat lijkt mij toch een toenemend probleem te zijn. Ja, maar ik probeer alleen maar... Ik zeg dat en ik voet er daar dikwijls op dat dat een toenemend probleem is. Alleen moet ik opletten dat ik geen grumpy old man word die dat vindt omdat hij zelf ouder wordt, dat de anderen te traag gaan. Wat ik wel daarin merk, is dat er nog de kennis van geschiedenis en van inzicht die geschiedenis meebrengt, de span, de lifespan van een conflict, van een cultuur, van wat er zich afspeelt. Je moet het ook wel willen weten, hè. Ik denk... Ik werk veel met mensen, jonge mensen die stage komen doen, hè, de hele tijd door. En je ziet gewoon een verschil. Je hebt mensen die... En dat warmt mij dat er toch nog een heleboel mensen zijn die dat wel voelen. En ik heb zelfs de hoop dat er de nieuwste generatie, zo de laatste paar jaar, dat er men terug die behoefte... Je merkt dat er terug meer mensen komen die dat wel willen en zoeken. En dat vraagt die diepgang, tijd. En het soort beeld dat die realiteit probeert te brengen in zijn complexiteit. Dat is de essentie van journalistiek. Heel erg bedankt, Rudy Franks en Machit Mohajirin, voor deze heel ernstige reflectie over een beeldcultuur waarin we allemaal dagelijks meespelen en waarmee we geconfronteerd worden. Heel erg bedankt. Graag gedaan.